Over jouw mama gesproken trouwens. Mm-hmm. Hoe vaak heb jij de afgelopen weken de vraag gekregen of dat zij Flam Fatale in The Masked Oh, Singer is? al te vaak. Letterlijk, nee, maar ik zat gisteren nog te bellen met de radio, met M&M. En ze vroegen er weer achter, maar ik was van, guy, ik zweer het. Ik zal het u nu zeggen, mijn mama zit er niet in. Want ik heb al van zoveel vrienden van mij, en like, die dan naar mij sturen van, ja, is dat uw mama? Dat klinkt een beetje als uw mama. Maar ik zeg van, bro, je moet dat niet aan mij komen vragen, want allee, ik ga nee zeggen. En zelfs als, allee, je gaat mij toch niet geloven, snap je? Want mensen die dat dan aan mij vragen, die zeggen van, ja, je zegt gewoon nee, omdat, oftewel moet je dat verzwijgen, oftewel weet je dat zelf niet. Maar ik zeg gewoon nee, omdat ik nee zeg. Snap je? Dat is een beetje het dubbele. Like, als je mij niet gaat geloven, kom het dan ook niet aan mij vragen. Maar ben je 100% zeker dat het niet is? Ik ben 100% zeker. En waarom ben je zeker? Wat ik vraag omdat maar. ik vertrouw mijn mama. En ook wel, nou, ik weet niet, ik heb wel... Nou, Oscar, ik kan niet zeggen, ik kijk dat programma zelf niet, omdat ik dat een beetje, ja, niet per se slechte, maar een beetje zo breinloze tv vind. Maar ja, ik weet niet, dat is ook gewoon, lijkt me echt geen programma voor mijn mama of zo. Ja, maar kom, stel dat ze het toch zou zijn, dan zal het waarschijnlijk niet aan jou verteld hebben, hè? Dat kan dat ze het niet van mij verteld heeft, maar dan zou ik ook, ga ik er ook wel even, ja, ik weet niet. Ik zou versteld staan. Ik zou heel erg van mijn sokken geblazen zijn.